De Graafschap trapt vrijdagavond een nieuw seizoen af in de eerste divisie op de eigen Vijverberg in het thuisduel met ADO Den Haag. De terugkerende hoofdtrainer Jan Vreeman kijkt met een goed gevoel vooruit op de eerste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat we een voorbereiding hebben gehad, zeg maar, waar we graag dingen wilden zien in wedstrijden. Nou, dat is er ook uitgekomen. En dan gaan we zien hoe dat morgen gaat. Hoe staat jouw team ervoor? Ja, ik denk goed. Alleen goed in zoverre van we weten wat we willen. En daar zijn we heel hard mee bezig geweest. En dat zie je dus terug. En dan ga je tegen ADO kijken van hoe verhoudt zich dat? En dat weet je eigenlijk na de wedstrijd pas. Op de afsluitende training op de velden van AD 69 in Aalten mocht Vreeman een nieuwe aanwinst ontvangen. Aanvaller Mimoun Mahi tekende donderdag voor 3 jaar bij de Superboeren. En kwam van zijn medische keuring gelijk naar het trainingsveld. Ja, het voelde in principe voor mij gewoon heerlijk om weer onderdeel te zijn van het team en om weer lekker te voetballen. Ik was net klaar, dus ik kwam helaas 5 à 10 minuten te laat. Dus ik moest nog wel even haasten, maar over al met al ben ik blij met mijn eerste training. Dat zal een dragende speler voor ons moeten zijn. Nou, en dan gaan we kijken of hij dat gaat doen. Ik denk dat hij technisch vaardig is. Dingen uit kan stellen, mensen vrij voor de goal kan zetten en ook zelf kan scoren natuurlijk. Hoe zit het met jouw fitheid? Ben jij 100% fit? Ja, ik heb in principe ben ik gewoon fit, dus ik zal zo snel mogelijk hopelijk minuten maken. Dus ja, ik voel me goed. Over de verdere invulling van de selectie wilde Vreeman nog niks prijsgeven. Ook nog niet welke speler morgen de aanvoerdersband draagt. Ja, ik kan alles vertellen. Ik kan een hele opstelling prijsgeven wat ik in de hoofd heb zitten. Maar dat doe ik op dit moment nog even niet. Wil ik eerst even een groep aangeven en dan de rest. Of de kerstverse superboer Mahi morgen in actie komt, is nog niet zeker. Volgens mij komt morgen nog net iets te vroeg. Maar hopelijk volgende week gewoon lekker minuten maken. Dus daar focus ik me op. Dus snel laten zien waarom jij gehaald bent. Precies, en misschien morgen, hè? Weet maar nooit.